Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Meindert Venema, emeritus hoogleraar politieke theorie aan de UvA en actief binnen GroenLinks. Meindert, welkom hier. Leuk. Je hebt een spraakmakend artikeltje geschreven bij Joop. Naar aanleiding van een petitie die is verschenen bij Infolia. Die eigenlijk jouw voormalige of jouw faculteit betrof eigenlijk. De politieke afdeling. Afdeling. Maar toch een behoorlijke afdeling. Want hij was ondertekend door in totaal 80 docenten. Daar werd actief stelling genomen in het hedendaagse racisme-debat. Men heeft een groot mea culpa uitgesproken. Ja. En eigenlijk gezegd dat ook zij nu toch echt wel zeer bij zichzelf te raden dienen te gaan. Er worden een aantal voorstellen gedaan. Nou, jij antwoordt daar kritisch op. Daar gaan we het zo over hebben. Maar toen ik het artikel las, moest ik denken aan een uitzending die ik gemaakt heb. Jaren geleden voor de Human in 2015, samen met Wim Brands. En dat ging destijds over de zogenoemde trigger warnings. Dat was een hele discussie in de Verenigde Staten, waarin universiteiten eigenlijk maatregelen waren ingesteld om studenten te waarschuwen wanneer ze in te bestuderen literatuur eventueel kwetsende passages zouden tegenkomen, vandaar die iets zouden kunnen triggeren. Vandaar dus de trigger warnings. En dat betrof eigenlijk al ook kwesties bijvoorbeeld van slavernij, maar soms ook echt taalgebruik. Ik kan me destijds herinneren dat het woord violate, wat dus door een hoogleraar was gebezigd die rechtsgeleerdheid doseerde, of law dan in de Verenigde Staten, dat woord violate werd dan als eigenlijk als kwetsend ervaren. Kon eigenlijk niet meer worden gebruikt, omdat dat eventueel ook nare herinneringen zou oproepen. Kortom, een enorme censuur rond wat op een universiteit nog. Wat voor talen zou mogen worden gebezigd en wat voor literaturen zou mogen worden bestudeerd. En zelfs Obama heeft zich destijds in dat debat gemengd en heeft gezegd, hij vond het heel ongezond. Hij vond ook dat juist op de universiteit een zekere meerstemmigheid van belang was. En toen ik jouw artikel las en jouw reactie, ook vanuit je politieke achtergrond, je zou zeggen, het is misschien nogal een GroenLinks thema, was ik toch wel meteen getriggerd. Ik denk, ik wil graag hierover met je. Onaangenaam getroffen. Ik mag wel zeggen aangenaam getroffen, omdat ik wel de problematiek die je aankaart herkent. Want je, ook vanuit je eigen politieke geschiedenis, en daar wil ik het ook over hebben, is jouw stem hier wel heel relevant. Dus waarom ben jij in de pen geklommen naar aanleiding van die petitie? En misschien kun je het daar eerst even kort over hebben. Nou ja, er zijn twee dingen. Niet vanwege die trigger dingen, maar daar kom ik wel meteen opkomen, maar eigenlijk, kijk, ik ben lid geweest van de Communistische Partij van Nederland. Ja, en van wanneer tot wanneer was dat? Vanaf 72 tot het einde, want wij hebben die partij min of meer gedestaliniseerd. En toen dat gebeurde, was die ook meteen ten dode opgeschreven. Maar ik dacht, je kan toch niet als je allerlei eisen stelt in democratische zin van een partij en je krijgt gelijk, dat je dan zegt, nu vind ik het niet leuk meer, nu is hij democratisch geworden. Dus die partij is uiteindelijk opgegaan in GroenLinks. En ik daarmee ook. Dus eigenlijk is het zo dat ik de partij nooit verlaten heb, maar de partij heeft mij verlaten. Ja. Maar daardoor ben ik extra gevoelig voor allerlei vormen van, Stalinistische methodes. Okay. En Stalinistische methodes, daar bedoel ik mee dat je dus eigenlijk het goede wil, mm-hmm.
Dat je zegt, ik wil het goede. En als jij het niet met me eens bent, dan wil jij dus het slechte. En dus ben jij slecht. En niemand wil graag slecht zijn. Toch interessant, omdat je uitdrukkelijk naar die periode verwijst. 72 lid geworden. Dan heb je natuurlijk hebben we de jaren 60 revolutie. Ja. Natuurlijk hebben we dan ook in studentenland gehad. Wat heeft jou, zeg maar, ertoe gebracht om in 72 lid te worden? Kwam je uit die studentenbeweging ook? Ik kwam uit de studentenbeweging. Ja. Ja, waarom ik lid geworden ben, dat is een hele lange kwestie. Ik heb daar een boek over geschreven. Goed fout, herinnering van een meeloper. Er waren een aantal dingen. Ik vond in die hele activistische studentenbeweging, die waar ook veel Maoïsten en anarchisten actief waren, vond ik de CPN de meest realistische. En ook strategisch, waren strategisch heel goed. En die hadden veel arbeiders in hun gelederen. En wij waren natuurlijk voor een samengaan van studenten en arbeiders. Ja. Dus het waren allemaal eigenlijk pragmatische redenen om bij de CPN te gaan. De PvdA was ik lid van geweest. Maar daar had ik voor bedankt, omdat destijds Piet Dankert de bombardementen op Vietnam verdedigde. Dat vond ik onaanvaardbaar. Dus toen ging ik daar weg. En misschien zat er ook wel een familiale lijn achter. Mijn grootvader was anarchist, Anno van Dommelen Nieuwenhuis. En tenslotte, dat is natuurlijk, daar is misschien wel de link. Veel mensen die lid werden van de CPN deden dat natuurlijk ook uit klassehaat. Je kon ook lid worden van de PSP, maar daar zaten de mensen in Bloemendaal, waren daar niet bang voor. Maar die CPN, daar waren ze wel bang voor. Dus dan begrijp je, daar zit altijd een soort randje van haat in. Ja, nou refereer je al aan Stalin. Ik bedoel, dat is natuurlijk in de loop van de, denk ik, bij de studentenbeweging zelf. Ook, is dat ook natuurlijk echt wel een thema geweest? Ik heb daar ook met Paul Scheffer wel eens gesprek over gehad, dat hij... Die was ook lid. Precies. Dus het onderkennen ook van toch dat er nogal wat schaduwzijden ook binnen het communistisch systeem, zoals zich dat had gerealiseerd in het Oosten, aanwezig waren. Het onderkennen daarvan heeft nogal wat jaren in beslag genomen. En Paul heeft die reizen destijds gemaakt, ook naar Polen en zo. Ja. En hij zei, ik merkte dat een moeilijk thema was, ook wanneer ik terugkwam. Maar hoe is dat bij jou gegaan? Die fase van, zeg maar, dat onderkennen van die schaduwkanten? Nou, dat ging eigenlijk vrij snel. Maar het grappige van de CPN was natuurlijk dat de CPN was in de beginjaren 60, had die ruzie gekregen met de Sovjet-Unie. En wij hadden alleen maar goede contacten met Kim Il-sung van Noord-Korea. En verder hadden we met iedereen ruzie. Dus ik hoefde mij nergens voor te verantwoorden. Nee. En ik weet ook wel dat binnen de partij zeiden dan mensen die nog van de oude Sovjetlijn waren, dan zeiden ze, je moet naar Oost-Europa op vakantie gaan. Dat is zo leuk en dit en dat. En dan zei ik altijd, ik zou het wel willen, maar ik ben bang dat ze me oppakken. En dat was zo ver buiten hun horizon, dat ze dachten dat ik een grapje maakte, begrijp je? Ja. Maar ik was daar echt wel bang voor. Dus dat zat een hele rare kronkel in natuurlijk. In die keuzes die de meeste mensen oplossen door een deel daarvan te ontkennen. Ja. Dus de meeste oud-communisten willen helemaal niet meer denken en spreken over dat communisme en wat en zo. Maar goed, je herkent in ieder geval iets van wat er nu gaande is. En je refereert even aan het Stalinisme. Wat is... En je hebt je eigenlijk de afgelopen jaren heel uitdrukkelijk juist opgeworpen als de verdediger van het vrije woord in allerlei opzichten. Ja. Ik denk tot en met, toch openlijk ook in de discussie rond Fortuyn en daarna niet dat je de Janmaat, ik heb Janmaat. Janmaat heb ik verdedigd. Ja, absoluut. Dus je bent echt iemand die, dat is misschien die anarchistische lijn, maar in ieder geval dat vrije woord. Ja, maar als er geen vrije woord is, dan is er geen democratie. Hoe zat dat in de jaren 70? Dus is dat iets wat jij altijd hebt aangehangen? Of is dat
gaandeweg door jou ook belangrijker. Steeds belangrijker gevonden. En je moet je realiseren dat Hoe kwam dat? Ja, omdat ik zag waar het toe leidt als je dat niet zo serieus neemt, dat vrije woord. En toen ik het opnam voor Jammaat, niet inhoudelijk, maar gewoon omdat ik vond dat ook iemand die vond dat vol, ja, is, dat die het recht heeft om dat te mogen zeggen. En toen realiseerde ik mij dat ik dat eigenlijk alleen maar kon zeggen omdat ik lid was geweest van de communistische partij. Dus, je was oké. Okay. Ik was oké. En ik was toen, woonde ik samen met een van de oprichters van de Zwarte Vrouwenbeweging. Dus ja, de antifa's, zoals Jan Maas ze noemde, die dorsten mij niet aan te pakken. Omdat ze dachten, hij staat heel dicht bij die Zwarte Vrouwenbeweging. Als die het voor hem gaan opnemen, dan zijn wij helemaal weg. Dus toen dacht ik, ja, maar dat is toch heel erg dat je dus dat je het alleen maar kan opnemen voor het vrije woord als je je al ingedekt hebt in sociale zin. En dan ik was nooit lid geworden van de CPN om later Jammaat te kunnen verdedigen. En ik was ook niet verliefd geworden op een zwarte vrouw omdat ik daarmee... Maar het speelde een rol toen. Ja, dit is heel erg. Ja. En nog even die trigger. Dit triggert mij ook. Omdat ik ben net bezig met een stuk... een nawoord te schrijven bij mijn schoollezing. In 2008. Die had als titel Geld, de vrijheid van meningsuiting ook voor racisten. En toen heb ik me nog eens nagedacht, heb ik met name nagedacht op over die discussie over Ayaan Hirsi Ali. En het grappige was daar dat, en dan later ook over die bommen op Hebdo. Ja, Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Het punt was daar namelijk dat ook Tariq Ramadan, dat zij dat noemde onlangs Sander Schimmelpenning in de Volkskrant het racisme van de lagere inschatting of zo. Dus het argument is eigenlijk dat omdat die moslimmensen in Nederland nog niet zo ontwikkeld zijn, daarom mogen wij de profeet niet beledigen. Want dan worden ze boos. En zij beheersen hun agressiehuishouding niet goed. Dus dat is eigenlijk een soort racistische verdediging van de moslims. En dat gold ook voor de... Ja, dat is grappig. Dat is, misschien ken je die... Die film van... Het is het racisme van de lage verwachting. Van de lage verwachting. Ja. Nou, dat is exact waar ik aan refereer. Dus die film van Lars von Trier, Dogville. Heb je die gezien? Ja, heb ik niet gezien. Maar daar komt op een gegeven moment een scène in voor waarin een dochter en een maffiavader, dus de dochter van de maffiavader, aan het einde van de film een gesprek hebben. Het is een enorme spoiler, dit. Dus mensen die hem nog niet gezien hebben, moeten nu even de oren dicht doen. Ja. Maar die dochter die is bij die maffiavader weggevlucht en die is naar ergens in een dorp in het midden van Amerika, fictief, is ze daar armen, minder bedeelden gaan helpen. En die op een goed moment zijn die haar steeds meer eigenlijk gaan misbruiken. Tot en met letterlijk ook dat ze verkracht is. En op een goed moment zit ze helemaal gevangen als voormalig rijk meisje. Ja. En komt die vader, waar ze van weg is gevlucht, die komt haar bevrijden. Ja, ja, ja. En hij maakt echt de grond gelijk met dat dorp. Ja, ja, ja. En terwijl alles aan het branden is, hebben zij een gesprek met elkaar, die vader en die dochter. En hij zegt van, ja, nu wil ik eens iets zeggen. Hij zegt van, jij hebt je altijd opgeworpen als degene die de minder bedeelde zo goed hart. Ik zeg, dat mag. Hè? Maar je hebt me van daaruit heb je altijd ook mij veroordeeld, je hele leven.
Ik zeg, maar het interessante is dat hoe jij bent in je leven hebt ontwikkeld, is dat je vervolgens hebt opgeworpen als degene die deze mensen gaat helpen en redden. En die zegt, maar over één ding heb ik me altijd enorm aan gestoord. En zij zegt dan, ja, wat dan? Ja. Ik wil toch gewoon maar goed doen voor een ander. Hij zegt, nou, één ding heb ik me enorm aan gestoord. Dat is namelijk dat de eisen die jij aan jezelf oplegt, dat je die niet aan een ander oplegt. Sterker nog, je denkt dat ze er niet aan kunnen beantwoorden. Ja. En ja, dat vind ik zo verdomd arrogant. Ja, nee, en dat is het racisme van de lage dat verwachtingen. Is de, ja. En dan krijg je dus een hele rare verhouding. Dat is de, dus eigenlijk is die ander, je gaat die ander ontzien. En waarom? Ja, dus eigenlijk... Maar tegelijkertijd, daarom is het zo ingewikkeld, tegelijkertijd vind ik ook dat je wel mensen kunt ontzien. Absoluut. Ja, dus ik weet niet... Nee, zeker. Heb je wel eens gehoord van Freek de Jonge? Ja, zeker. Nou ja, die wou dat ik iets voor hem deed, in een college of zoiets. En toen zei ik, nou ja, ik moet wel zeggen, voordat we nu samen in zee gaan, moet ik wel zeggen dat ik vroeger altijd die televisie uitzette als jij met die one-man-show begon en Mongolen of andere gehandicapten na ging doen. Dat komt omdat ik zelf spastisch ben. Dus ik kon dat niet zien. En toen was hij daar heel erg door van slag. En toen zei hij, ja, maar dat was taboe doorbrekend. Ik zeg, ja, maar het is ook... Ik hou het bij mezelf. Ik kon er niet tegen. Ja. Dus ik zette die televisie uit. Ja. En daar was hij heel erg door getroffen. Omdat je dan... Hij zich gerealiseerd dat hij zich gericht had niet op de gehandicapten, maar op de gezonden die een bepaalde, in zijn ogen verkeerde verhouding hadden ten opzichte van die gehandicapten. Maar hij heeft nooit gedacht dat een gehandicapte zelf naar de televisie kijkt en dacht, die man doet mij na, onaangenaam. Ja. Snap je? Ja. Dus daar zit, daarom is die hele discussie over dat racisme. Ik vind, daarom vond ik die Natasha Harlequin zo geweldig goed in dat Veronica Inside, dat zij steeds maar bleef benadrukken dat zij graag van die Johan Derksen wat empathie wilde zien. En empathie is natuurlijk toch dat je iets... dat je voorstelt hoe het zou kunnen zijn als je zelf in die situatie zit. En dat is het ingewikkelde aan, want dan zit je al bijna bij die lage verwachtingen. Snap je? En dus daar... Dat is een spanning. Dat is een spanning. En ik weet dat omdat ik... dankzij het feit dat ik jarenlang met een zwarte vrouw heb gewoond, dat er allerlei dingen zijn die mensen die niet zwart zijn niet weten. Zeker, ja. Ik moest ook zo lachen met die Humberto Tan, die zat bij Op 1 of zoiets. Mm-hmm. En die vertelde zo amper. Toen suggereerde ze een beetje dat Pauw toch eigenlijk meer tegen Zwarte Piet gedaan had dan hij. En dat, hoe dat dan kwam. En toen zat hij, ik heb ook wel wat gedaan. En zij bleef heel rustig. En toen zei hij, maar ja, je moet je wel realiseren. Ik ben 2 jaar, ben ik beveiligd op advies van de politie. En toen zag ik die presentatoren van de EO toch even schrikken. En toen dacht ik, ja, omdat jullie helemaal geen weet hebben dat alle bekende zwarten in Nederland permanent bedreigd worden. Gewoon omdat ze bekend zijn. Dat, begrijp je? Dat is iets wat bijna niemand weet, wat die mensen zelf ook niet mee te koop lopen, want dat adverteren doet begeren, dan krijgen ze nog meer bedreigingen. Maar dat soort dingen zijn natuurlijk van belang om te weten. Ja. Ja, nee, zeker. Ja, en kijk, op een bepaalde manier werkt het natuurlijk, en dat weet jij ook, werkt het natuurlijk in allerlei segmenten van de samenleving door. Hè? Ik bedoel, ik kom zelf uit Zeeland en ik heb een bepaalde tongval. Ja. Er zijn groepen die daar, laten we zeggen, laatdunkend op reageren. Ja, ja, ja. Ik heb ervoor gekozen om dat lekker te handhaven. Ja, ik hoor het. Absoluut. Ik zeg, want dat zodra ik te veel
dat loslaat, dan laat ik echt iets van mezelf los. Ja. Hè? Maar dat dat effect heeft, is evident. Ja. Hè? Dus dat, maar dat geldt ook voor milieu. Hè? Niet dat ik daar zozeer mee worstel, maar je merkt natuurlijk, en dat was natuurlijk de oude, laten we zeggen, ook socialistische kritiek, hè? Maar die, ook een die je bij iemand als Bourdieu en zo tegenkomt, hè? Dat het cultureel kapitaal natuurlijk ook enorme effecten heeft. Hoe we met mensen omgaan. Ja, ja, en ben je wel gevormd genoeg of wel gevormd genoeg? Tot en met het feit dat je, of je knap of lelijk bent, enorme effecten heeft op je kansen op de arbeidsmarkt. Dus en daarmee wil ik niks afdoen aan de rassenkwestie. Maar het is natuurlijk een heel breed palet van problemen die zich hier manifesteert. Ja. Maar ik vind dat idee van empathie, dat is volgens mij wel de kern. Van, heb je de openheid om je te verplaatsen in wat die ander ondergaat? Want dan, kijk, op het moment dat je dat hebt, dan weet je ook dat je het nooit echt helemaal kan. Ja. En dan weet je ook dat je nooit die woede kunt voelen die Angela Davis heeft gevoeld. Nee. En die haar in de armen van de Stalinisten heeft gedreven. Maar ik weet nog heel goed, een oud student van mij, die nu een collega is, moest bij mij een paper schrijven over racisme in het eerste jaar, politicologie. Ja. En hij kwam uit Limburg. Mm-hmm. Ah, ja. En in ieder geval, ik had ook op die lijst staan Angela Davis. En nog wat andere boeken, maar tamelijk linkse boeken. En hij vond dat boek van Angela Davis echt communistische propaganda. Of propaganda vond hij dat. Dat vond hij toch geen wetenschap. Dus ja, hij zei dat tegen mij. En toen gingen we erover discussiëren. Ik zei, god, maar volgens mij ben je hartstikke kwaad. Hij zegt, ja, ik ben woedend. Ik vind het schandelijk. En toen zei ik, maar heb je wel eens over nagedacht dat die Angela Davis ook kwaad was? En misschien nog wel kwaaier als jij. En misschien had ze er nog wel meer reden voor om zo boos te zijn. En toen zag ik hem denken, toen dacht ik, nou ja, nu, dit is mijn educatieve taak is nu volbracht. Dit is een vorm van empathie. Daarmee is niet gezegd dat hij ongelijk had. Want het was inderdaad propaganda waarop die lijst stond voor een deel. Maar dat je dus je probeert in te leven in wat een ander denkt. Dat vind ik heel belangrijk. Ja, maar dat is denk ik ook cruciaal. We hadden het hier een paar weken geleden aan tafel met Theo de Wit ook misschien. Die heeft het boek. Maar over de tolerantieproblematiek. Ja. En waarbij ik zelf ook natuurlijk opmerkte, en daar hebben we het ook lang over gehad nog, dat natuurlijk oorspronkelijk eigenlijk de tolerantie eigenlijk een beroep doet op kracht. Hè? Dus het kunnen verdragen van iets wat mij steekt. Hè? Dus het is wat jij zegt van, je had ook een kruistocht tegen Freek de Jonge kunnen beginnen. Ja. Hè? Dat heb je niet gedaan. Nee. Hè? Maar het kunnen verdragen dat iets bestaat wat dat mij pijn doet. Hè? Maar wat ik in ieder geval niet het recht van bestaan wil ontzeggen. Hè? Nee. En dat in het tolerantiebeginsel, hè? Dus die vrijheid, die dus ook pijn doet, ergens wordt hooggehouden. Nou ja, ik denk dat jij ook met je appel op die vrijheid, ook van meningsuitingen in die gelederen je bevindt. Goed, dus ik begin dat stuk waar ik nu mee bezig ben met een uitspraak van Hirsi Ali, die vanuit Berlijn laat weten dat zij het recht heeft om te kwetsen. Nou ja, en dan na korte tijd blijkt dat ze het recht niet heeft, want ze moet onderduiken. Ja. En dan gaan de antropologen en met name de feministische antropologen aan de UvA, die gaan dan campagne voeren als de UvA haar het academisch jaar wil laten openen. En de campagne is namelijk dat die Hirsi Ali helemaal niet namens moslimvrouwen spreekt. Ja, waarom zou ze? Ja. En twee, dat ze gesteund wordt door witte mannen
die een fantasie hebben dat zij zwarte vrouwen moeten beschermen tegen hun zwarte mannen. Ja, dus een klassiek vals bewustzijn eigenlijk. Ja, en een racistisch bewustzijn. Ja. Dus dat wil zeggen dat die mannen worden beschuldigd van racisme omdat zij Hirsi Ali steunen. Ja. En dan later, waar hun held was Tariq Ramadan. Ja. Maar die wordt in 2018 beschuldigd van verkrachting, meervoudige verkrachting. Ja, ik heb alleen in een heel vroeg stadium iemand gesproken die dat aan een lijf heeft. In ieder geval. Ik schrijf dan in dat stuk wat fijn voor die vrouwen die verkracht zijn, dat er nog witte mannen zijn die moslimvrouwen willen beschermen tegen hun moslimmannen en dat ze niet luisteren naar de antropologen uit Amsterdam die zeggen dat moeten ze onderling uitmaken. Andere culturen. Ja. Daar heb je dus die vrijheid van meningsuiting en de bescherming van de individu, dat zijn natuurlijk typisch Europese waarden. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk die discussie rond die spotprent gehad. Nou, als je ziet wat er natuurlijk vanaf de 18e eeuw aan spotprenten wordt gemaakt in Europa. En dat hoorde bij die cultuur van het op de spits drijven, maar ook het eisen van die ander dat hij dit verdraagt. Ja. Ja, ja, precies. En als een soort grondbeginsel. Ja, met Theo had ik dus dat gesprek ook over het was ook mede naar aanleiding van dat debat, maar ook een voorstelling van Theo Maassen, van kwaad tot erger. Waarbij je die Theo Maassen eigenlijk probeert om een soort, met humor, een soort van ruimte te creëren, zonder dat hij dus letterlijk die grens overgaat. Want hij maakt geen grap over de profeet, want dat is dan een van de grap maken over de profeet. Hij, door er juist omheen te draaien, creëert hij toch een soort van ruimte die eigenlijk hard nodig is op dit moment. Nou, die ruimte lijkt aan de UvA niet echt te bestaan. Bij die afdeling. Jouw brief is toch best stevig. Dus laten we het daarover hebben. Dus natuurlijk, het maakt onderdeel van dat racisme-debat. Je hebt je eigen positie er, denk ik, vrij helder in verwoord net. Wat zit jou zo dwars aan die ontwikkeling? Dit algemeen, kijk, dit type antiracisten, dat maakt die creëert een discours waar je of antiracist bent, of racist. En net zoals vroeger bij de CPN, je was of stond je aan de kant van de arbeiders. Als je dat niet stond, dan stond je dus aan de kant van de kapitalisten. Dus het is heel zwart-wit. Ja, zwart-wit, precies, zwart-wit. Ja. En omdat het sluipenderwijs gaat en bovendien van bovenaf gestimuleerd wordt via die diversity officers. Ik ga even onderbreken, Meijnert, want wij kennen de universiteit natuurlijk van binnen en van buiten. Ja, ja, ja. Heel veel kijkers niet. Misschien, laten we eerst even kort misschien toch die petitie. Even iets zeggen. Ja, die petitie zegt dus eigenlijk, wij docenten aan de afdeling politicologie, wij erkennen dat wij schuldig zijn aan het in stand houden van een racistisch en koloniaal curriculum. Ja. En wij zullen alles doen om dat te verbeteren. En wat nu het Stalinistische daaraan is, is dat het collectief is. Dus, ja. Dus ik ken wel mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. Dat zijn namelijk de mensen die mijn programma hebben geschrapt, want dat was heel erg gefocust op slavernij en racisme, et cetera. Dat hebben ze geschrapt en dat is allemaal multicultureel geworden nu. Maar dat zeggen ze niet. Nee, zij zeggen, wij zijn allemaal schuldig. En die 80 mensen, daarvan schat ik. Ja, je zegt het in de tussenzin, dus je zegt eigenlijk van, ik had een programma waarin ik juist heel veel aandacht had voor die slavernij. Nee, dat staat er niet in, hè. Dat heb ik er niet ingezet, omdat ik dacht, ja. Nee, maar even, dat zeg je nu. Dus en diezelfde mensen die dat hebben geschrapt, één persoon. Oh, één persoon. Die staat er lekker onder, die houdt zich van de domme. Ja, ja. Die staat nu in maar, die Maar wat er erger aan is, wat het Stalinistische aan is niet zozeer dat mensen die ergens
iets fout gedaan hebben, zeggen dat hebben we fout gedaan. Maar dat dus 60 van de 80 ondertekenaars hebben nooit enige invloed gehad op dat curriculum. Begrijp je? Dus net zoals, ik ben overigens voorstander van het bieden het aanbieden van excuses voor de slavernij. Maar dat moet niet gedaan worden, dat moet alleen maar gedaan worden door de Nederlandse overheid als rechtsopvolger van de, mm-hmm. van de VOC. Maar dat wil niet zeggen dat wij Nederlanders verantwoordelijk zijn voor de slavernij. En net zoals die Akwasi ook niet verantwoordelijk is voor de slavenhandel van zijn voorouders. Dus het idee van een collectieve verantwoordelijkheid, dat past niet in een liberale democratie. En dat maakt dus dat mensen gedwongen worden, moreel gedwongen worden om schuld te bekennen. Nou ja, je krijgt etnische schuld natuurlijk anders. Hè? Ja, etnische schuld. Omdat ik dus blank geboren ben ik nu schuldig. Ja. Nee, ja, daarom zeg ik, ik ben van mening dat die white privilege bestaat. Maar dat wil niet zeggen dat ik schuldig ben omdat ik wit ben. Dat is gewoon niet zo. Ja. Nee, net zoals Sander Schimmelpenning niet schuldig is omdat hij graaf is. Ja, nee, kijk, op dat moment ga je inderdaad geboorte en huid ga je dus tot wezenlijke kenmerken ja, maken. Dus het is zelf een racistisch. Het is zelf een racistisch. Biologisch. Ja, maar dat zie je niet. Ja. Dus het punt is gewoon, dat wat is nu het ingewikkelde aan die zaak? Dat op het moment dat je zegt, ik onderteken dat niet, dan zeggen ze, oh, dus jij vindt niet dat. En dan komt er een hele reeks van dingen die waar je helemaal niet van vindt dat het zo is, maar dan zit je in het kamp van de racisten. Dat zei een van die mensen ook die dat opgesteld heeft. Die ging meteen in reactie op mijn stuk. Zei hij, oh, ik mag dus kiezen tussen het zijn van van de gedachtenpolitie of van een bolsjewistische terrorist. Nou ja, laten we maar drinken op het voortbestaan van het racisme in de afdeling. Begrijp je? Dus de suggestie wordt gewekt, die Ferm is een racist. Want anders zou hij zich niet keren tegen de antiracisten. Ja. Nou ja, dat maakt het ongelooflijk moeilijk om je daartegen te verzetten. Dus ik ken heel veel mensen die niet getekend hebben. Maar die vinden het toch moeilijk om tegen zo'n initiatief te zeggen van dit gaat ons veel te ver. Maar je gaat eigenlijk nog een stap verder in je stuk, in je artikel in Joop. Je zegt van ja, er is eigenlijk een toenemend klimaat van onvrijheid aan de universiteit aan het ontstaan. En je refereert zelfs aan NWO. Je hebt het inderdaad over die diversity officer. Kunnen we eens even in beeld brengen? Want nogmaals, wij kennen die universiteit wel. Dus, maar zeker veel kijkers niet. Hoe zou dat dan in zijn werk gaan? Hoe ziet die structuur eruit? Bijvoorbeeld een NWO. Je zegt van ja, op een bepaalde manier is dus deze eenstemmigheid, ja. Is dus eigenlijk zelf de dood in de pot voor academische vrijheid. Nou, laat ik het zo zeggen, dat gaat mij te ver. Maar je ziet dus een eenvormigheid ontstaan. Ik geef graag mezelf als voorbeeld. Ik was, om reden die ik een beetje uitgelegd heb, al heel vroeg geïnteresseerd in wat toen heette extreem rechts. Ja. En omdat ik zelf extreem links geweest was. Ja. En dus toen deed ik daar onderzoek naar. En ik was de enige, ik werd ook helemaal niet serieus genomen. Totdat die anti-immigrantenpartijen groot werden. Hè, vanaf Fortuyn, zeg maar. En toen gingen al mijn collega's die mij daarvoor een beetje genegeerd hadden met dat rare onderzoek naar Janmaat en Le Pen en zo. Dat ging toch helemaal, dat was allemaal marginaal gedoe. Gingen ze zich opeens allemaal ermee bemoeien. Dus het eerste wat je krijgt is als het maatschappelijk gestuurd wordt van bovenaf, is kluitjesvoetbal. Ja. Dus wil je nu geld krijgen, Ad, dan moet jij iets doen over racisme.
Ja. Of iets doen over het milieu. Ja. Maar als je zegt, ja, maar ik ben gewoon geïnteresseerd in het spijkerschrift van de Syriërs. Ja, dat is niet relevant. En op het moment dat wel relevant wordt, dan had je in de oude situatie altijd iemand, dan zei iemand, oh, die Van Brugge, was dat niet iemand die dat, dan kunnen we die gebruiken. Maar dat zag je inderdaad ook na de opkomst van Fortuyn, maar ook 9-11, islam, ja. Er kwam plotseling een enorme golf. Speerpunten, geldvrij, onderzoeksprogramma's. Iedereen gaat erachter. Dat heet dus kluitjesvoetbal, hè? Bij de junioren zie je dat. Dan zegt het, niet al met z'n 11 achter die bal aanlopen, je moet ze een beetje verdelen. Ja. En die verdelen. Maar jij gaat nog een stap verder, want dat betekent ook dat onderzoek eigenlijk ook een bepaalde kant op moet gaan. Ja, natuurlijk. Ja. Dus kijk, in toen ik studeerde, had je een staatsrechtgeleerde, die heette Hooikaas in Utrecht. En die werd door ons aangevallen, want die had naar college staatsrecht, had hij een peniskoker meegenomen. En die hield hij omhoog en zei tegen de studenten, wie van u is van mening dat mensen die alleen dit dragen het kiesrecht moeten hebben? Ja, begrijp je, dat vond iedereen racistisch. Niemand durfde op te staan en te zeggen, ik. Want ik geloof niet dat in de ballotbox naar de kleding moet worden gekeken als je. Ja. Hè? Ja. Maar het was een confronterende vraag, die ik eigenlijk achteraf wel grappig vind. Maar die niet als grappig ervaren werd natuurlijk. Hoewel niemand in die zaal ooit een peniskoker had gedragen. Ja. Dus je kon ook niet zeggen, het was een trigger. Een warning. Ja, dit had het misschien wel moeten volgen. Nu even niet kijken. Ja, precies. Ja. Dus ja, dat soort dingen, dat zou niemand meer doen nu. Want er hoeft maar één een rapportje te schrijven en dan hang je. En dat betekent eigenlijk dat via die lijn alleen al de vrijheid van onderwijs eigenlijk. Ja, dus het is natuurlijk, wanneer we het over NWO hadden en die subsidies, hebben we het heel erg over onderzoek. Hè? Ja. Dus ook wat wordt toegewezen, wat niet. Hè? Dus een paar jaar geleden is het ook wel een beetje een debat geweest. Dit haal je aan, maar vervolgens gaat het ook over het onderwijs. Het onderwijs. Ja, en dat is ik heb dat inmiddels op de VU nu ook zelf nog nooit een echt nadelige gevolgen van ondervonden. Ik zie wel dat het gaande is. Ik zie die ontwikkeling ook op de Vrije Universiteit, maar ik denk dat die aan de UvA nog wat sterker speelt en elders in het land ook. Je ziet de beweging in het toezicht op wat er gedoseerd wordt. Neem toe. Neem toe. En die diversity officers zijn benoemd om erop toe te zien dat er geen racistische en seksistische literatuur wordt behandeld. Nou, daar komen we wel in die richting van die trigger warnings. Maar, ja. En wat is je exact je punt? Dus hier. Nou ja, mijn punt is dat vroeger was het onderwijs was in handen van de leerstoelhouder. Ja. Dat was dus heel gedecentraliseerd. Nou was het wel zo dat als je daaronder viel als docent of assistent of student, ja, dan was je ook natuurlijk, had je geen enkel recht van spreken. Maar je kon dan wel naar een andere universiteit gaan. Ja. Of naar een andere hoogleraar die er anders over dacht. Ja. Maar nu, als dat overal die diversity officers hun werk doen, dan wordt dat allemaal geuniformeerd. Ja, het is een enorme centralisering eigenlijk van het denken. Ja. En ik vind dat niet zo goed. Nou ja, sterker nog, je zou ook kunnen zeggen, daarmee is de universiteit enorm aan het politiseren. Want die positie zelf is niet een politiek neutrale. Nee, maar het is het politiseren, maar het is ook, mijn laatste dan volkomen sturen door de publieke opinie. Een deel van de publieke opinie. Ja, ja. De maar ook, ik heb zelf. Wat overigens nog alles met links wordt verbonden, hè? Of groen-links zelfs. Ja, ja, ja. De diversity. Daarom vind ik het ook interessant om dit gesprek met jou te voeren natuurlijk, want er zit natuurlijk dit thema rond vrijheid.
Zit denk ik ook ambivalent in die partij of sowieso heel, in de linkse geschiedenis. Heel, heel sterk, want kijk, dat GroenLinks is natuurlijk een fusie van PSP, CPN en PPR. En bij die PPR bijvoorbeeld Erik Jurgens, die kwam uit de PPR destijds. Ja, die heeft het de enige twee hoogleraren die het voor Jammaat opnamen, dat waren Erik Jurgens en ik. Begrijp je, Erik Jurgens was inmiddels naar de Partij van de Arbeid overgestapt. Maar kennelijk vonden wij dat we dat moesten doen. En dat, dat schept dan ook een band natuurlijk, dat je in zo'n, die omstandigheden dat doet. Dus GroenLinks heeft natuurlijk van oudsher ook een sterk libertaire en liberale kant. Ja. Maar het heeft ook een hele activistische, zeg maar, een wijn aan duivendak kant. Ja. Ja. En die twee vind ik ook wel leuk om dat te zien. Want kijk, ik realiseer me ook wel dat veel van die mensen die zo'n petitie ondertekenen, zich vaak helemaal niet beseffen hoe ernstig dat kan worden. Ja. Die zijn allemaal van goede willen. Die willen iets doen. Nou ja, net zoals die dochter van die maffiamaan, dan ga je iets doen. Ja. En aldoende word je meegesleept door je eigen enthousiasme. Ja, of kom je niet terecht wat eigenlijk... Maar dat is nog steeds zo. Ik schreef tot voor kort in de Post Online. Mm-hmm. Nou, kent niemand dat blad, maar dat wordt toch veel gelezen. En dat is een soort aan Baudet geleerd mm-hmm. blad, totdat ze kritiek hadden op Baudet. Nu vindt Baudet dat het verboden moet worden of zoiets. Maar in ieder geval, dat was een rechtsblad van Bert Brussel. Ja. En dan zegt iedereen, waarom schrijven we dat blad? Ik zeg, die anders dan de Volkskrant drukken die gewoon af wat ik schrijf. Of ze het nu mee eens zijn of niet, want zij zijn voor de uitingsvrijheid. En ik ga niet, omdat het blad een rechtsprofiel heeft en Esther Venema daar ook in schrijft, daarom daar niet in schrijven. Dat vind ik een hele verkeerde gedachte. Ja. Nu zie je wel dat ik had in 2015 dat gesprek met Wim. Hè, naar aanleiding van die trigger warnings. En toen leek dat in Nederland nog op enige afstand. Inmiddels is het toch wel een stuk dichterbij gekomen. Ja. Dus je had het net al over die diversity officers. Zo'n petitie die eigenlijk er ook nog een keer kracht bij zet. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van de universiteit? Wat? Nou ja, het zal... Kijk, die universiteit die krijg je zo gauw niet kapot. Die bestaat al 1000 jaar. Nee. Dus dat is een hele, hele robuuste instelling. En dit zijn een beetje excessen die ook weer snel kunnen verdwijnen. Omdat van die 80 docenten die getekend hebben, en zeker 50, niet zouden tekenen als ze eerst met mij gesproken zouden hebben. En ook niet meer tekenen als een beetje paal en perk wordt gesteld aan die Stalinisten onder die antiracisten. Want dat is zo kijk je er eigenlijk nu tegenaan. Het is een soort tijdelijke... Ik hoop het. Ja ik blijf graag optimistisch. En je moet je ook realiseren dat natuurlijk de beweging als geheel heel veel goed gedaan heeft. Dus de heel veel mensen die zich nooit zo druk maakten om Zwarte Piet of om andere vormen van racisme, die zijn nu opeens staan er helemaal open voor. Je moet je realiseren dat ik heb geen actie, want dat durfden we niet. Maar wij waren 30 jaar geleden tegen Zwarte Piet al. Alleen dat was helemaal beperkt tot Surinaamse en Antilliaanse kringen. Want wij wisten wel hoe de Johan Derksen van die tijd erover dachten. Snap je? Dus in die zin is het feit dat verder gegaan is, vind ik heel positief. En ik vond ook die Quincy Dario, was een held. Ik vond dat een held, dat iemand die dat durft gewoon in zo'n bij zo'n intocht van Sinterklaas een spandoek neerzetten.
Zwarte Piet is racisme. Dat, Maar voor jou is er dan tegelijkertijd dus ook diezelfde vrijheid voor degene die zegt van, dat is helemaal niet racistisch. Er wordt nu iets in mijn schoenen geschoven. Ja, natuurlijk. Ik mag dat zeggen. Mijn standpunt is altijd geweest dat de overheid zich ook helemaal niet moet bemoeien daarmee. Als mensen... Nee, maar op het moment dat die... Ja, maar je komt op het punt niet. Dat die openbare orde natuurlijk in het geding komt. Ja, oké. Dat is... Maar goed. Is... Maar jij, wat jou betreft zou de Zwarte Piet ook niet verboden moeten worden? Absoluut niet. Daar ben ik enorm op tegen. Enorm. Of strafbaar worden gesteld. Ja, schandelijk. Dat is ook Stalinisme. Als mensen zich willen zwart verven en zeggen ik ben Zwarte Piet. Ja, dat moeten ze zelf weten. Toch? Ja, maar je ziet natuurlijk wel dat de maatschappelijke tendens wel een andere is. Hè? Dat komt omdat men van beide kanten, dat is het grappige aan de zaak. Dus die extremistische antiracisten die zeggen overal is racisme. En dat moeten we strafbaar stellen. Ja. Dan zegt de andere partij, wel nee, we zijn helemaal niet racistisch. En dan zegt diezelfde Johan Derksen, die dus zegt, ik ben niet racistisch. En dan zegt hij op een gegeven moment, want racisten moeten natuurlijk buiten de maatschappij geplaatst worden. Dan denk ik, pardon, hoor je nu wat je zegt? Dat jij bepaalt dat mensen met bepaalde opvattingen, dat die buiten de maatschappij, waar dan in strafkampen, krijgen die levenslang als jij... Als jij zegt, ik geloof niet in de gelijkheid van rassen, dan word je opgesloten, is dat wat je zegt? Dat kan toch niet? Begrijp je? Dus dat is een beetje de dodelijke greep waar zowel die blokkeervriezen als die Black Lives Matters lui zich nu in verbinden. Dit is natuurlijk ook een van de prangende thema's rond, laten we zeggen, de erfenis van de verlichting. Hè? De neiging kan bestaan om iemand die dus niet de exacte waarde van de verlichting aanhangt, om die eigenlijk ook niet als meer als een mens te zien. Ja. Dus een hele paradoxale situatie. Ja. Hè? Dus wat natuurlijk ook door de Frankfurter Schule en zo is gethematiseerd. Maar op een hele andere manier door Carl Schmitt. Hè. Dus de neiging om eigenlijk de definitieve oorlog te voeren. Ja. Hè, dus de definitieve oorlog tegen het kwaad. Ja. En dat moet worden uitgeroeid. En je tegenstander is op dat moment eigenlijk niet meer een mens. He, dat is dus een soort monster. Dat is denk ik ook voor een deel met Jan Maat gebeurd. Ja, dus je dehumaniseert je tegenstander. En dat is inderdaad, dat gaat heel ver. Want dat betekent, je hoeft er het gesprek niet meer mee aan. Nee, sterker nog, dat is verraad. Dat is verraad. Je sluit hem dus echt uit. Die Jort Kelder, die mag je niet mee discussiëren zondag. Verraad. Hij wordt geboycott, want het is een racist. Ja. Ja, dus het is eigenlijk in zichzelf een beweging waarin je dus heel... Nou, dan komen we in de buurt van wat dat Stalinistische dan betekent. Wat dat betekent, het is echt een uitsluiten van die ander. Het is onder het mom van diversiteit. En dat is natuurlijk uitermate fascinerend. Ja, maar dat is knap. Hè? Dat is dus, Orwell heeft daar een prachtig boek over geschreven. Ja, dus verklaar. Nou ja, dat is dus dat je dus diversiteitsofficieren aanstelt. Ja. Die moeten zorgen dat er geen... Officieren trouwens ook. Ja, dat er geen diversiteit meer is. Ja. En dat je dat zo doet dat de mensen dat ook nog geloven. War is peace. Ja. Ja, dat is echt... En dat heeft te maken met utopieën. Ja. Want ik moest lachen, ik moest ook huilen. Toen ik zag Umberto Tan werd geïnterviewd op 1 door de EO. En die zei toen, hij was nu voorzitter van een commissie die het racisme moet bestrijden in het voetbal. En toen zei hij, zo een beetje in een zijlijn. Ja, ik heb niet de illusie dat wij het racisme kunnen uitbannen. En toen waren die talkshow
gastheer en vrouw helemaal van slag. En toen zei die mevrouw, meen je dat nou? Ben je zo cynisch? Toen dacht ik, die mevrouw denkt echt dat er een hemel op aarde neerdaalt. Waarin er alleen nog maar mensen zijn die het goede willen en het goede doen. En toen zei hij, ja, ik ben ook tegen moord, maar je denkt toch niet dat we moordenaars ooit... Nou ja, toen dacht ik, ja, maar dit is de kern van de zaak natuurlijk. Dat je wel iets kan bestrijden, maar dat je niet de illusie moet hebben dat je het kwaad de wereld uit kan helpen. Ja. En daarom denk ik dat veel van die utopische antiracisten, dat zijn vaak ook oud-gereformeerden, die dachten van, het menselijk tekort, dat is een idee van onze ouders, daar zijn wij van af. Ja, toch? Ja. Het kwaad, dat bestaat, dat kunnen wij definitief de kop indrukken. Ja. Ja, dat is, maar ik vind het wel mooi hoe je het neerzet als een soort utopisch project. Ja. We weten natuurlijk dat de weg naar de hemel dan doorgaans geplaveid is met het nodige geweld. Ja, en, precies. Dat is precies wat het Stalinisme heeft laten zien. Nou, daarom vind ik het Stalinisme ook een goed voorbeeld. Omdat je, als je goed kijkt naar wat zij wilden, was het allemaal hartstikke goed. Ja. Dan heb je gelijkheid onder de mensen. Het kapitalisme afschaffen. Iedereen kreeg garantie op werk. Nou ja, wat wil je nog meer? Ja. Het racisme werd... Weet je dat... het verbieden van het racisme, dat gelukkig nog niet in onze grondwet en ook niet in de strafrecht opgenomen. Maar er is wel een internationaal verdrag voor de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. En daar staat in het artikel 4 dat regeringen geacht worden om alle vormen van rassentheorieën te bestrijden. En dat is niet getekend door een groot aantal landen uit Latijns-Amerika, maar ook niet door Engeland. Omdat ze zeiden, ja, maar dat betekent ook dat in de biologie wij moeten ingrijpen, eventueel. En weet je wie dat wie dat nu heeft voorgesteld, dat artikel 4? Nou. De Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie meende dat de overheid moest ingrijpen als mensen verkeerde gedachten hadden. Snap je? Dus niet voldoende dat je discriminatie bestrijdt. Nee, je moet ook de gedachten die daaraan ten grondslag liggen. Nou ja, dan kom je inderdaad in je 84, de thought police. Ja. Dus dan krijgen we de politie die inderdaad moet toezien op welke gedachten er... Welke jij huldigt. Ja, die je huldigt, welke je uit. Nou, zeker op een universiteit krijg je dan thought police. Ja. En zo zou je dat eigenlijk ook nu begrijpen. Dus die diversity officers als een soort uitvoerend orgaan thought police op een bepaalde manier. Ja, dat zijn het natuurlijk. Dat zijn het. Maar goed, zij zullen zeggen, racisme is geen mening. Hè? Dus dat kunnen wij gewoon verbieden. Ja. Of wil je soms beweren dat jij voor het racisme bent? Ja. Aha. Ja. Dat wil jij niet. Verschil man en vrouw. Nou ja, dat kan ook niet. Kan ook niet. Het is een sociale constructie. Maar dus al die verschillende varianten van die... Maar het is dus inderdaad een soort... tegelijkertijd een hypermodern project. Hè? Want het is je zegt, nou, de moderniteit had natuurlijk als vertrekpunt... toch de gelijkwaardigheid van de persoon. Mensenrechten, voor het eerst geformuleerd in de 18e eeuw. Hè? Dus heeft al zijn geschiedenis natuurlijk... voor een deel in het christendom en zeker in het protestantisme daar. Maar je ziet het echt verwoord, uitdrukkelijk. Maar je voert eigenlijk dat beginsel van die autonomie of die zelfbepaling nu radicaal door. Waarbij je zegt, ieder ander die dus een onderscheid maakt, wat bijvoorbeeld op basis van geslacht of is eigenlijk een onmens. Ja. En dat is het echt menselijke is de kern die zich niet laat definiëren. En als je een andere opvatting hebt... Of een andere geaardheid. Ja, dan heb je eigenlijk dan ben je eigenlijk... Hoor je er niet bij. Maar het grappige is... Maar het interessante is dat het is natuurlijk...
Ik heb dat altijd zo wonderlijk gevonden. Want als je het over die diversity hebt, dan zou je zeggen, ja, maar dan moet je toch juist ook ruimte bieden voor veelheid aan culturen, ja, veelheid aan religies, veelheid aan... dat wordt aan de ene kant gesuggereerd, maar aan de andere kant, zoals je zelf eigenlijk ook al aangaf, is dat dus volkomen afwezig. Of het wordt veroordeeld tot, ja, je mag het in het privédomein, mag je misschien aankleden op een bepaalde manier. Maar het wordt tegelijkertijd, dus als, laten we zeggen, als gemeenschapsvorm, wordt het wel heel karig. Want het mag eigenlijk niet. Je kun je niet institutionaliseren. Nee, en het grappige is natuurlijk dat die bijvoorbeeld, als je het aan een ander ding illustreert, die seksuele geaardheid, daar mag nu helemaal niets meer van gezegd worden. Maar als je dan, zoals Arno Grunberg en ik gedaan hebben, het opneemt voor de pedofielen, ja, maar dan is het huis te klein. Want pedofielen zijn geen mensen. Dat zijn monsters, onmensen. Mogen gewoon neergestoken en vernietigd worden. Begrijp je? Dus de grens tussen een volledige gelijkheid en een volledige ongelijkheid is dus ook dun. Ja, dus tegelijkertijd zit er dus in de invulling niet alleen dat idee van zelfbepaling of autonomie, maar ook een soort mores die daar heel strikt bij horen. Ja, ja, dat ja, die autonomie wordt eigenlijk helemaal overboord gezet. Ja, maar dat is paradoxaal. Ja. Onder het mom van autonomie wordt de autonomie overboord gezet. Ja, toch lijken we wel op een soort van bijna eindpunt te komen in die vrijheidsontwikkeling. En dat is ook een beetje thematiek die mezelf al langer bezighoudt. Is dat de overgang van naar de postmoderniteit? Dat je dus op een punt komt dat je eigenlijk omslaat in je tegendeel. En dus dat die vrijheid of autonomie en onvrijheid en... Nou ja, het is, ik zie het alweer anders. Wij hebben de democratie te danken niet alleen aan de verlichting, maar ook aan het verzet daartegen. Hè, dus dat hele idee van machtsdeling van Montesquieu, en later heeft Tocqueville dat overgenomen, was natuurlijk het idee van, nou ja, oké, die burgers die moeten ook meedoen, maar we moeten wel zorgen dat die aristocratie en de koning... Ook de partijen ontstaan. Ja, dus de conservatieven gingen tegenover de burgers. Dus je ruimde plaats in voor je tegenstander. Ja, precies. Dus dat hele idee van democratie is toch altijd geweest dat je dus aan de ene kant gelijkheid hebt, maar dat je dus die gelijkheid niet... Die geef je geen grotere stem dan de vrijheid. Dus eerst gaan de mensen die de gelijkheid willen, gaan vrijheid opeisen om te demonstreren, om ook mee te mogen praten. En dan als ze die hebben, dan worden daar grenzen aan gesteld, aan die gelijkheid, om die vrijheid te garanderen. Dat is het paradoxale van die democratische gedachte. Ja. Ja, nee, ik vind het ook wel een heel mooi uitgangspunt. En het verklaart ook waarom jij het opneemt voor een Jan Maat. Omdat het in wezen hoort die tegenstem, zelfs tegen die orde, hoort bij die orde. Ja. Ja. En dat is dus en op het moment dus dat eigenlijk de democratische orde zelf totalitair wordt... Ja. Dan... Nou ja, dat is het punt. Dus het democratisch denken heeft een totalitaire kern in zich. En daarom zeg ik altijd, de Jacobijnen, dat waren dus vroeger leninisten. Ja, absoluut. Je zag het bij de Franse Revolutie dus eigenlijk al. Hè? Ja, dus, precies. Dus... En je zag dat natuurlijk dan ook bij die Black Jacobins, de ex-slaven in Saint-Domingue. Degene die daar nog het meest voor de vrijheid waren ook degene die contact zochten met de Spaanse slavenhouders. En daarom zijn de instituties natuurlijk ook zo cruciaal. Want die instituties moeten eigenlijk dat doorslaan voorkomen. Op het moment dat je dus die instituties dwingt in één richting,
dan krijg je een soort inderdaad Stalinistische structuur. Maar daar begonnen we mee. Daarom ben ik zo tegen die centralisatie. Want ja. Als je nou kijkt naar de universiteiten. Toen wij jong waren, ja. Toen was de universiteit nog volkomen direct ondergeschikt aan het ministerie van Onderwijs. Dat was een directe lijn. Mm-hmm. En nu zijn die universiteiten autonoom. En die zijn op afstand geplaatst. Ja. Maar het grappige is dat in mijn tijd althans, als die universiteit werd gewoon bestuurd door de rector. Was bij toerbeurt werd hij gekozen uit de hoogleraren. Ja. En je denkt toch niet dat die hoogleraren hun oren lieten hangen naar wat de minister vond. Ja. Die zei van dat gaan we niet doen. Nu zijn we autonoom. Ja. Maar de leiding van de universiteit is in de handen van ex-politici. Ja. Die bij elk besluit wat ze nemen toch even met de partijleiding contact opnemen. Van moeten we dit zo doen of moeten we dit niet zo doen? Daar zit ook een rare paradox in. Ja. Ja, het is eigenlijk omslaan is een tegendeel, iedere keer. Ja, ja, dat is heel, ik heb dat heel bizar gevonden. Maar dat heeft te maken natuurlijk met het feit dat die universiteit voor een deel nog een aristocratisch instituut was. Ja. En dat wilde men ontmantelen. Wat, als afsluiting, wat verwacht jij dat er de komende jaren gaat gebeuren? Nou ja, ik hoop dat die antiracistische beweging heel veel discussie oproept. En dat die ook institutionele racisme flink aanpakt. Dat we daar over na gaan denken. Maar tegelijkertijd hoop ik dat mensen zich realiseren dat je zonder vooroordelen niet kan bestaan. Dus toen ik nog college gaf, begon ik daar altijd mee. Zeg ik, ja, er zijn wel mensen die geen vooroordelen hebben, maar die zijn meestal opgesloten in een inrichting. Omdat iedereen die op straat loopt denkt, hé, daar komen twee mensen aan op een oude fiets en die zingen, dat zullen wel studenten zijn. Ja. Vooroordeel. Ja. Ja, en zo zou het vooroordeel trouwens ook over die samenstelling van die universiteit zou ook nog wel eens een kunnen zijn die typisch voor de Randstad is. Josse de Voogd heeft ook onderzoek naar gedaan van in hoeverre, als je het op gaat tellen, is de provincie vertegenwoordigd. Bij de VU nog het meest. De VU heeft dat in het verleden. Nou ja, maar dat is nog steeds wel zo. Ja. Hoor. Dus moet je maar eens nagaan, vragen aan je studenten waar ze vandaan komen. Heel veel studenten, ze komen niet allemaal uit Zeeuws-Vlaanderen, maar ze komen toch vaker dan uit de provincie. Ja. Nou ja, laten we hopen dat er inderdaad een nieuw evenwicht optreedt. Maar dank je voor dit mooie gesprek in ieder geval. Nou, ik vond het ook geweldig om het met jou te hebben.